Een heel lesuur met Niels de Stadsbader. De leerlingen van Spis Nostra in Kuurne kunnen geen beter cadeau dromen als beloning voor hun inzet voor de Damiaan-actie. De acteur uit Deerlijk ging vorige maand zelf een kijkje nemen in India. Hij getuigt over deze aangrijpende ervaring die hem nooit meer zal loslaten. Ik denk dat je ambassadeur bent voor het leven bij zoiets als Damiaan-actie. Dat kan u heel melig klinken, maar ik ben een dikke maand geleden naar India getrokken om te zien wat Damiaan-actie daar doet. En ik moet zeggen, dat heeft mij wel geraakt. Het was meer dan zomaar een inleefreis of zo. Dus het heeft me meer aangegrepen dan ik zelf op voorhand had verwacht. Zo'n 40 leerlingen trotseerden het laatste weekend van januari weer en wind voor de Damiaan-actie. Als ervaren verkopers trokken ze van deur tot deur om stiften te verkopen. Er waren wel bepaalde mensen dan al iets aangekocht van stiftjes of sleutelhangertjes of zo. Maar terwijl ik wel veel mensen dan iets hebben gekocht. En hoe overtuig je de mensen dan om toch iets te kopen? Vriendelijk zijn en elke ambert iets laten zeggen zo. En je producten tonen wat je wilt verkopen. Hou je me vast wanneer ik val? Het beste werd voor het laatst bewaard. De Stadsbader zingt Hou je me vast. De opbrengst van deze single gaat naar de Damiaan-actie. Maar daar blijft het niet bij. Als de clip tegen 22 april 100.000 keer wordt bekeken op YouTube, de videoclip, dan heb ik beloofd om een marathon te lopen. En de teller staat momenteel boven de 90.000, dus het ziet er goed uit en tegelijk voor mij iets minder goed. U bent al aan het oefenen? Ik ben vorige week stiekem begonnen omdat ik het voel aankomen, anders komt dat niet goed. Vorig jaar bracht de Damiaan-actie in West-Vlaanderen 870.000 euro op. Half maart is het resultaat voor 2012 bekend. Na Kuurne trok Niels de Stadsbader vandaag nog op schoolbezoek in Kortrijk en Veurne.